Je gelooft het niet. Als je op een scootmobiel rijdt met een mondkapje om, hoeveel afstand denk je dat je dan zou moeten houden? Maar ik was dus net in een supermarkt. Vinden jullie van mijn nieuwe schoenen? En weet je wat ik daar vond? Dus die handhavers op die fietsjes rakelings langs me heen, hè? Playpapier! Maar wat denk je dat ik zie nadat we die 4 video's hebben opgenomen? Een hele doos. Vol toiletpapier gekregen. We kunnen weer aan de scheid, jongens. Toch prettig. Jongens, dit is 1,5 meter afstand, ja? Of jullie dus wel... Dit is 1,5 meter en of je dus 1,5 meter afstand wil houden. In Haags Groen Kuil. Zo jongens, het is al dinsdag. Ik heb gisteren niet gevlogd, moet ik bekennen. Ik ben lekker achter mijn computer aan het werk. Ik heb superveel mensen die bellen met allerlei coronavragen. Die daar natuurlijk ook haast bij hebben. Omdat dingen dan nu spelen. Nu opdrachten afgezegd worden. Nu er dingen zijn met annuleringen en zo. Dus ik heb daar laatst al een masterclass over gegeven. De replay daarvan. Die heb ik ook gewoon online als product aangeboden. Zodat iedereen hem alsnog kan terugkijken. Ik ben bezig met een e-book om erover te schrijven. Tegen de tijd jullie dit zien. Staat dat al lang online. Apart aanschaffen of samen met de masterclass tegen wat korting. Ja jongens, we moeten allemaal even een beetje innoveren, dingen anders doen. Ik zou in mei nog ergens een workshop geven, een cursus geven over contentrecht. Nou, gaat ze niet door, want we hebben gisteren te horen gekregen dat heel veel maatregelen tot 1 juni gaan gelden. En ook voor die samenkomsten. Ik begin het inmiddels ook een beetje spannend te vinden voor de bruiloft, moet ik zeggen. En ik had voor 23 april wat gepland over marketing voor advocaten en juristen. Die kan dus live niet doorgaan, maar we gaan hem wel live streamen. Ik ben vandaag toevallig nog geïnterviewd over het gebruik van Instagram door advocaten en juristen en hoe je dat kunt doen. Gisteren toevallig ook over bloggen en hoe je je website allemaal, wat je daaraan kunt verbeteren en zo. Een tijd geleden voor nu.nl over Instagram. Ook weer een tijdje geleden door Meester Magazine over twitteren voor advocaten. Dus ik zit geloof ik lekker even in de marketing voor advocaten hoe. Dus dat wil ik wel door laten gaan, maar dat gaan we dan streamen. Dan kan iedereen gewoon in zijn pyjama volgen. In die zin wel zeggen dat ik geluk heb hoor, dat ik een hond heb. Dan kan ik altijd met een goed geweten, goed gevoel nog naar buiten. Lekker Tommy uitlaten. Dus nu ook even vanuit kantoor, rondje, Hofvijver, Lange Voorhout, zoiets. En dan weer terug, daar is het tenminste lekker rustig. Sowieso wel rustiger op straat hoor, maar we mogen ook op principe nog wel op straat. Met groepjes van 3 en anders 1,5 meter afstand. Dat valt denk ik eigenlijk allemaal nog wel mee. Supermarkten blijven wel leeggeroofd. In elk geval die op de Albert Heijn XL op de Elandstraat. Maar dus sorry jongens dat ik zo weinig aan het vloggen ben. Geen idee hoe deze video dus gaat worden. Maar vergeet je even niet te abonneren jongens. Want ik wil wel heel graag natuurlijk wat meer abonnees. Als je me trouwens wil volgen op Instagram, het is gewoon @charlottesol. Kun je me ook vinden op Twitter, op Facebook. LinkedIn is het Charlotte Meijnersma. Dus ik zie jullie heel graag snel op ook andere social kanalen. Ik baal zo enorm. We waren namelijk, lekker donker hier, bezig met het opnemen van video's. We hadden alles voor klaargezet en ben je druk mee bezig. Kijk hier, opzetje. 4 video's opgenomen en ik was even die camera aan het neerzetten, maar ik had al mijn microfoontje aangekoppeld. Dus vriend zegt, ik koppel je anders wel even los, want dan kun je er niet over struikelen. Supergoed idee natuurlijk. Maar wat denk je dat ik zie nadat we die 4 video's hebben opgenomen? Ik zie dus dit. Ja, weet je wat het is? Dit is waar mijn microfoontje
op aangekoppeld had moeten zitten. Dus het waren mooi. 4 video's voor niks. Volgens mij is het hartstikke leuk geworden. Maar zoals het hoort, het galmt hier enorm. Dus dat geluid is gewoon kut. Maar ik had echt even niet de energie om het allemaal opnieuw te kunnen doen. Dus dat doen we morgenmiddag wel. Of vrijdag of zo. Oh man. Hop, 1,5 uur weg of zo. Dus, niet tof dit. Maar ja, such is life. Trouwens, wat vinden jullie van mijn nieuwe schoenen? Het zijn Nike's. Mijn voeten zijn er eigenlijk een tikje te breed voor. Dus een strikken gaat niet meer. Maar dit is dus wel een beetje het geel uit mijn huisstijl. Iets minder fel. Maar het is een beetje dat gele groenige. Dus lijkt me best geëindigd voor meetings, presentaties. Dat soort dingen als ik erop krimpen mag komen. Vind je? Lekker eens chillen in je mantel. Vind je dit een goed plekje? De mand heeft bij de bureaus gezet. Ja. Ja, je wil zachte dingen, hè? Dat je een zielig geschoren hondje bent. Ja, snap ik wel. Weet je nog dat vrijgezellenpakket dat we zouden versturen? Het is nu woensdag, maar wel 16:15. We willen het dus zo versturen, dan ik even bezig met een leuk briefje erbij tikken. Maar opeens bedachten we zouden er nog een flesje corona bij doen. Helemaal vergeten. Dus ik ben nu heel snel even op weg naar Spar, hopen dat zij het hebben. En anders kijk ik alsnog of ik het red om naar Albert Heijn te gaan. Die hebben het vast wel, in elk geval weet ik van 1 filiaal wat ze het hebben. Want ja, het is natuurlijk toch een vrijgezellenfeestje, vrijgezellenpakket voor een vrijgezellenfeestje in coronatijden of zoiets. Dus, nou ja, even kijken wat we nog kunnen fixen, jongens. Zo, jongens. Het is gelukt, hoor. Ik kon het eerst niet vinden, maar ze verkopen het dus alleen maar gekocht. Maar, gelukt. Sinds corona drukker in het park, maar ook smeriger. Meer troep en zo. Zeg, ik weet niet hoe het met jullie staat. Maar heb je Arjan met Lubach... Zondag met Lubach gezien, afgelopen zondag. Of op YouTube, anders. Fantastisch. Ging dus over het 1,5 meter afstand houden. Ze hadden er zelfs een gebaartje bij. Met de afstand houden, anders ga je dood. Of zo, zoiets. Whatever. Of dan vallen er minder doden. Nou ja, whatever. Maar wij doen dus nu een Lubachje. Op straat, vriend en ik. Dan lopen we daar. En dan verzinnen we allemaal van die situaties. Van, maar als je nou met een hond op straat loopt. Ja, hoe zit het dan? Ja, nou, dan is het 1,5 meter afstand houden. Dan vallen er minder doden. Oh ja, ja, ja. Als je nou je hond met andere hondjes kunt laten spelen. Wat is dan het advies? Ja, nou, dat is dan minimaal 1,5 meter afstand tussen de baasjes. Ja, afstand houden, dus dan vallen er minder doden. Nou, zo blijven we dan maar doorgaan. En ik had vandaag, hoe heet dat, van die boa's, van die handhavers op straat. Terwijl ik stond te wachten op mijn lunch buiten. Dus binnen besteld, buiten wachten, want dan heb je 1,5 meter afstand en dan vallen er minder doden. Dus die handhavers op die fietsjes raken links langs me heen, hè? Ik bedoel, we raakten elkaar er net niet aan. 10 centimeter was het gewoon veel. Dus je denkt, dat zijn dus de mensen die mij zouden mogen bekeuren als ik, als we met meer dan 3 mensen zijn. Hé, Tom, als meer dan 3 mensen zijn, ze mij zouden mogen bekeuren omdat we geen 1,5 meter afstand zouden houden. Ja. Terwijl zij dus al zelf geen 1,5 meter afstand houden van mij. Ja, oké. Okay. Nog zo mooie trouwens. Als je op een scootmobiel rijdt met een mondkapje om. Hoeveel afstand denk je dat je dan zou moeten houden? Weet je, speciaal voor jou, je mag 3 keer raden. Oh, in 1 keer goed, ja. 1,5 meter afstand, dan vallen er minder doden. Ik zou zeggen, juist als je zo'n mondkapje op hebt en dus bangig bent, hè? Lijkt me dat verstandig. Vind ik prima hoor, mondkapje. Heb ik meer aan dan als je er zelf in draagt.
Maar goed. Als je nou trouwens afvraagt hoeveel afstand je moet houden, heeft Zondag met Lubach dat opbedacht. Je kunt ze mailen. Ik geloof dat het mailadres uit mijn hoofd is 1,5 meter afstand, apenstaartje, dan vallen er minder doden.nl. Doe eens even. Dat antwoord, jongen, te grappig. Tenminste, jij krijgt zo'n auto-reply. Maar prima auto-reply. Ja, het is, weet je, het is allemaal een beetje absurdig nu. Of nou ja, absurdig nu. We zitten al 2 weken in grote 2,5 weken in coronatijd. Er zijn mensen die dit dan lockdown vinden. Nou ja, dat is het wat mij betreft niet hoor. Want we mogen dus gewoon nog naar buiten en boodschappen doen. En we mogen zelfs onze koffie halen. Dus keurig. Een rijtje gemaakt nu, zodat je dan echt maar 1 persoon binnen, via de andere kant weer naar buiten, zodat je ook echt die 1,5 meter afstand kunt houden. Maar het is wel bizar hoeveel mensen dat gewoon nog steeds niet doen, maar ook gewoon echt niet. En dat je aan de kant probeert te gaan en dat mensen dan denken, oh fijn, je maakt ruimte voor me, dan kan ik gewoon zo rechtdoor. Nee. Ik ging voor je aan de kant, zodat als ik een stukje naar links op zou schuiven of een stukje naar rechts op zou schuiven, jij dan precies de tegenovergestelde kant ook een stukje op zou kunnen schuiven, zodat we dan dus die 1,5 meter afstand hebben. Zodat er dan dus minder doden vallen. Oh, man. En verder trouwens, al die persconferenties. Ik vind het leuk, maar doe mij gewoon de tekst van zo'n verordening of zo. Want ik, weet je, het is soms een beetje onduidelijk wat ze nu bedoelen. Die lui zijn niet zo heel goed in dat allemaal goed verwoorden. Dus doe mij maar gewoon zo'n juridische tekst. Ga die wel ontleden. Ga ik dat wel aan iedereen weer uitleggen. Maar zoals nu, de verwarring was echt veel te groot over of alles nu tot 1 juni was afgelast of toch niet. En 6 april. En hoe werkt het dan? Die persconferentie was super rommelig. Nou goed, er zijn al 10 keer excuses voor aangeboden en whatever. Maar als we nou gewoon de wettekst hadden, nou ja, wettekst is het dan niet, maar de tekst van de noodverordening hadden gehad, had ik daar meer mee kunnen doen. Maar goed. So be it. En we gaan maar weer verder aan het werk, zullen we maar zeggen. Hi Tom. Zeg, ik weet op zich dat het speeltje maar 59 cent heeft gekost. Maar je bent er ook pas 5 minuten mee aan het spelen. Wat vind je daarvan als we het gewoon als tuktouw gaan gebruiken? En niet als kou speeltje. We hebben nog een bot. Of een koffieboomstronkwortel ding. Nee, moet deze? Oké. Okay. Ja. Helder. Dan gooien we deze zometeen weg, goed? Weggooien. Nee? Jongens, je gelooft het niet. Maar ik was dus net in een supermarkt. En weet je wat ik daar vond? Playpapier! We kunnen weer aan de scheid, jongens. Toch prettig. Niet waar. We hadden namelijk nog 3 rollen thuis. Dus het was best wel nodig. Dit was ook de enige keuze die er was. Niks anders. Verder. Maar ja, weet je, prima. Playpapier is playpapier. En voordat al die hamsteraars weer van stal komen, hier overleef ik mogelijk de hele coronatijd wel mee. Dus happy the puppy, jongens. Moet je dus wel helemaal mee van het centrum naar huis slepen. Want vermoedelijk is deze al gewoon hartstikke leeg. Deze Albert Heijn is weer gewoon gevuld. Verder, behalve het playpapier dus. Maar prima. Dan kunnen we weer scheid krijgen aan corona zo. Huh? Poging 2 om filmpjes op te nemen vandaag. Kijken of we nu wel in staat zijn om microfoon aan te sluiten. Je kunt dus helemaal niet zeggen dat als Lubach iets letterlijk heeft overgenomen, dat het per definitie een inbreuk op auteursrecht is. Want als op die oorspronkelijke tekst überhaupt geen auteursrecht rustte, kan het dus ook geen inbreuk zijn. Oké, jongens, sommige klanten geven gewoon heel grappige cadeautjes die heel toepasselijk zijn. Wacht even. Ik heb dus een hele doos vol toiletpapier gekregen. Ze heeft geen social media, klant van mij. Dus ik denk niet dat zij van mij wist dat wij zonder zaten. Oh, maar wat een humor dit, jongens.
Nou, dat kan in elk geval mooi op de toiletten bij ons. Vergeet ik trouwens helemaal te vertellen. Maar die klant van mij, die was vooral super blij met de algemene voorwaarden die ik geschreven had. Want, wacht even. Filmen. Toiletrollen dragen. En een deur open doen. Ja. Ze was super blij met me, omdat ze zowel voor particuliere werk als zakelijke klanten heeft. En ik algemene voorwaarden voor haar geschreven heb. Waar we even geregeld hadden dat die zakelijke klant dus een mooi geld nu niet terugkrijgt. Even wil me vertalen, ondanks dat zij haar diensten niet of niet volledig kan leveren. Dus ondanks de coronacrisis, waarbij dus alle diensten aan particulieren zijn komen te vervallen, heeft ze toch nog een klein beetje inkomsten. Weet je, natuurlijk niet voldoende voor alles, maar van die zakelijke klant. En het aardige is, ik had laatst ook nog even een paar oploskoffies, digitaal natuurlijk, via whereby.com, met een paar klanten van mij, waarbij we ook contract en algemene voorwaarden hebben doorgesproken. Tijdens die oploskoffies, proost trouwens, hebben we bijvoorbeeld besproken, we hebben contracten doorgenomen, algemene voorwaarden doorgenomen. Maar daar ook echt gekeken naar de formuleringen. Daar stond bijvoorbeeld een keertje in, doen leveren of zo. Ja, doen leveren, ik zeg het is laten leveren. Hè? Dat door een ander laten doen. En dat is geloof ik hier niet de bedoeling. Oh nee, dat is inderdaad niet de bedoeling. Dus zie je wat één klein woordje verschil kan maken. Nou, uiteraard ook gesproken over opzegtermijnen per opdrachten. Hoe dat dan gaat met vergoedingen. Wanneer er opgezegd mag worden. Dus ook bijvoorbeeld, ja, stel dat iemand dus al bezig is met een opdracht. En iemand zegt op. Ja, dan is er misschien al wat uitgevoerd. Daar moet dan natuurlijk wel voor betaald worden. Nou, daar heb ik laatst ook een hele masterclass voor gegeven over coronavirus. Waarin ik dat soort dingen ook uitleg. Maar nu komt dat dan echt even heel specifiek voor specifiek contract, et cetera. En het fijne is dan wel dat je gewoon, omdat je het zo door kunt spreken samen, iemand ook veel beter begrijpt hoe dat contract in elkaar zit. En ze het dus alsnog zelf kunnen herschrijven als ze willen. Dus ja, ik ben daar wel blij mee. Ik had het nooit zo expliciet op deze manier als dienst aangeboden. Terwijl het wat mij betreft juist altijd wel een optie is geweest. Maar misschien moet ik dat toch gaan doen. Zo jongens, nou weer een corona weekje voorbij. Gisteren was zondag natuurlijk, want het is maandag en ik sluit mijn vlogs altijd op maandag af. Helemaal niks gedaan. Ja, Tommy uitgelaten. Echt alleen maar tv gekeken. Was ik eigenlijk wel een keertje aan toe. Misschien voor de planning niet helemaal handig, maar het was wel lekker, jongens. En s'avonds was natuurlijk zondag met Lubach op tv. Ik zeg het heel vaak fout, dus ik moest het nu even controleren. Ik verspreek me daar heel stom in, normaal gesproken. En nu dus eigenlijk ook. Zondag met Lubach. En ik had op vrijdag al getweet. Maar ja, jongens, er komt binnenkort een video van mij aan over Rumach en het auteursrecht. Omdat ze zoveel teksten overnemen. En je daarom bijvoorbeeld ook die accounts hebt van Rumach niet stelen en zo. Maar ja, in principe in de gewone loop van video's. Dus ja, weet je, ergens in het volgende kwartaal dat ik dan een keer zou gebruiken. Maar kennelijk had Arjen Lubach dat gezien. Stuurde me een DM en die belde later. Ja, mogen we eventueel de ruwe versie zien? Kijken of we het kunnen gebruiken. Nou, dat uiteindelijk opgestuurd. Maar het was geloof ik iets te genuanceerd. Dus ze hebben het niet gebruikt. Want ze wilden toch, hun boodschap was vooral, joh, ze jat te veel. En dat is niet oké. En ze wilden eigenlijk dus niet dat genuanceerde juridische verhaal. Maar ja, ik dacht, als ik nu weet dat zij op zondag het hierover gaan hebben, dan wil ik dus mijn video alsnog online. Dus, mijn fantastische editor gebeld. Ik zei, ja, hoeveel waarde hecht jij aan je weekend? Ik heb maar gewoon even niet gevraagd naar het tarief. Want ik dacht, dit gaat me zo vreselijk veel opleveren. Dus die heeft nu ook lopen editen zaterdagochtend vroeg. Zaterdag had ik dus een blogpost met video online staan. Die was al binnen 2 uur, of binnen 1 uur bedoel ik, al 91 keer bekeken. Hij staat nu ik dit opneem, al op meer dan 1300 keer bekeken. Dat betekent dat het echt een van mijn beste video's is. Als hij boven de 1700 komt, dan is het gewoon mijn op 1 na beste video. Dus staat hij op nummer 2, zeg maar. Er is alleen eentje over de AVG en privacyverklaringen. Die is geloof ik 10.000 keer bekeken. Ja goed, daar kom ik natuurlijk niet overheen. En die is al dus 2 jaar oud inmiddels. Dus dat is ook wel logisch dat we daar niet zomaar overheen gaan komen.
Maar veel leuke comments al op die video's. Ik ben er super, super blij mee. Ja, dus het is een lekkere begin van mijn volgende week weer eigenlijk. Goed. Ja, jongens. Als je eens wil weten wat ik trouwens te vertellen had dus over Rumag en het auteursrecht en wat mijn genuanceerde verhaal is, kijk die video even. En druk even gewoon op de abonneren knop en op het belletje, dan had je die video helemaal niet hoeven missen. Hè? Ja, zijn we het wel over eens, hè? Top. Oh ja, als je dit dus een leuke vlog vond, klik ook even op het duimpje omhoog. En dan zie ik je heel graag weer volgende week vrijdag voor een nieuwe vlog of aanstaande dinsdag voor een nieuwe juridisch inhoudelijke video. Dank voor het kijken. Bye bye.